De Oloïde. Mijn naam is Martin van der Meulen. In 2014 bezocht ik de overzichtstentoonstelling van Rudolf Steiner in de Kunsthal in Rotterdam. Daar zag ik een Oloïde. Sindsdien is het mijn missie zoveel mogelijk mensen hiermee kennis te laten maken. Het heeft mijn leven veranderd. Rudolf Steiner, waar ik hier een biografie van heb, was wetenschapper, filosoof en kunstenaar, grondlegger van de antroposofie. Hij bracht onder andere de biologisch dynamische landbouw en de vrije schoolpedagogiek. In de organische architectuur had hij vernieuwende inzichten. In een van zijn lezingen gaf Rudolf Steiner de opdracht aan de mensheid om de relatie te doorgronden tussen de platonische vormen en het universum. Dan is zij toe aan een nieuwe stap in haar bewustzijnsontwikkeling. Dit zijn de platonische vormen, ook wel genaamd de regelmatige veelvlakken. Er zijn er 5 van. De platonische vormen zijn de bouwstenen van de materie en zijn al bekend sinds de oudheid. Plato verbond deze aan de elementen. De tetrahedron aan het vuur, de kubus aan de aarde, de octahedron aan het water en de icosahedron aan de lucht. De dodecaeder, ook wel genaamd pentagon-dodecaeder, werd later verbonden aan ether, een element wat op dat moment nog niet bekend was. Paul Schatz, hier op een foto uit 1970, was aanwezig bij die lezing van Rudolf Steiner, waar Rudolf Steiner de opdracht uitsprak om de relatie te doorgronden tussen de platonische vormen en het universum. Paul Schatz was een wiskundestudent en nam deze opdracht aan. Hij ging aan het werk. Na 10 jaar bestudering van de platonische vormen kwam Paul Schatz met een antwoord vanuit de kubus. De kubus staat volgens Plato voor het element aarde. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de opdracht van Rudolf Steiner duidde op het doorgronden van de verbinding tussen de materie, het aardse, en het spirituele, het hemelse. Paul Schatz ontdekte dat je de kubus uit elkaar kan halen op deze wijze, in 3 stukken van gelijk gewicht, waarbij het middelste stuk, de ketting, kan bewegen. En wel oneindig door kan bewegen. Paul Schatz was niet de enige die zich bezighield met deze materie. Onder andere ook de Nederlandse kunstenaar Escher. Er was zelfs een wiskundige naam voor, die is inversie, of ook wel in het Duits Umstulpung. Wat je ziet, is dat wat nu aan de binnenzijde zit, zich naar buiten beweegt. En uiteindelijk, na een gehele omwenteling, zit het binnenste weer binnen. Toen ik deze beweging aan het bestuderen was, werd ik gegrepen door dit moment. Het was alsof ik ergens in en doorheen werd getrokken. Deze beweging is vergelijkbaar met de zielenreis. Wanneer we bijvoorbeeld gaan slapen, gaat de ziel op reis, verlaat het lichaam, draait zich binnenstebuiten, gaat via de zielenwereld naar de geesteswereld en komt via de zielenwereld weer terug in het aardse. Maar wat heeft deze nou te maken met die Oloïde? Nou, Paul Schatz die ging door met zijn onderzoeking aan de inverteerbare kubus en kwam achter een geheim.
En dat geheim zit in de diagonaal van de kubus. En de diagonaal van de kubus noemen we ook wel de ziel van de kubus. Nou, de diagonaal loopt bijvoorbeeld hier van dit punt waar je een geel knopje ziet, naar dit punt waar ik ook een geel knopje heb gemaakt. Ja? Als ik hem nu even uit elkaar haal, dan zie je die twee gele knopjes. En als ik nu ga draaien, kan je de verbinding tussen die knopjes volgen. En dan zie je dat de verbinding nu nog steeds door de materie loopt, hè, door de kubus. Van hier de diagonaal loopt die nog steeds door de kubus. En wat je hier ziet is iets heel bijzonders, namelijk dat de verbinding tussen die twee punten ineens in de ruimte komt te liggen. Nou, daar heb ik gewoon een touwtje tussen gemaakt. En hier zie je dan dat als ik nu verder ga draaien, verder ga inverteren, dat dat touwtje in de ruimte ligt en tijdens de hele omwenteling gelijk blijft van lengte. En uiteindelijk op het eind dus ook weer wil gaan intreden. Dan moet ik even verdraaien, want hij zit nu aan de achterkant. En dan zie je hier dat op dit moment dat touwtje weer wil gaan intreden. Nou, wat is nou zo bijzonder? De touwtje heeft nu ondertussen stiekem, als ik een hele omwenteling zou doen, heeft de verbinding tussen die twee gele punten, heeft een oloïde uitgesneden. Zoals we net hebben gezien, snijdt dus die diagonaal, eigenlijk de verbinding tussen de twee diagonaal punten, snijdt de oloïde uit. Maar is dat nou wel zo duidelijk? Nou, dat wil ik u duidelijk laten zien door even vanaf de andere kant te bekijken. Wat we hier zien is de oloïde. Dat de oloïde heeft hier een cirkel en heeft aan deze kant ook een cirkel. Je kunt deze vorm dus terugbrengen tot een skelet. En dat skelet zijn die twee cirkels. Nou, wat ik nou kan doen is ik kan dit skelet en de inverteerbare ketting aan elkaar vastmaken. En dat heb ik hier gedaan. Dan zie je dus de twee cirkels en de inverteerbare kubus. En als ik nu ga draaien, dan zie je dat dit als twee druppels water op en om en over elkaar heen beweegt. Als we nu weer teruggaan naar die verbinding tussen die twee diagonaal punten, dan komen we hieruit. En dan kan ik u heel mooi laten zien dat dit touwtje hier een halve oloïde uitsnijdt. De positie van die verbinding in de tijd levert dus de oloïde op. Dat is een beetje moeilijk gezegd, maar stel dat je een foto maakt van dat touwtje en je maakt tijdens deze beweging zeg maar 1000 foto's en je pakt die positie van dat touwtje elke keer een heel klein beetje anders, dan levert dat bij elkaar de oloïde op. Dat noemen we verstilde beweging. En dat is organische architectuur. Het gave ervan is dat die beweging die dus in de ontstaanswijze van de oloïde zit, dat je die terug kan voelen in de vorm zelf. Oké, wat nu interessant is dat als we deze even zo houden, dat je mooi kan zien dat touwtje, de verbinding tussen die twee speldenknoppen, dat de grondlijn is van deze vorm. Dus ik kan deze, het skelet, ook precies daar leggen. En ik kan de oloïde ook precies zo leggen. En dan kan je zien dat dus dat touwtje niks anders is als de verbinding tussen de twee punten waarmee het skelet de grond raakt. Wanneer we nu naar het skelet kijken, dan kan je zien dat tijdens het omwentelen het skelet continu met twee punten de grond raakt. Eén van deze cirkel en één van deze cirkel. De lijn ertussen is de grondlijn. Bij het omwentelen raken natuurlijk al die grondlijnen achter elkaar de grond. Waardoor een spoor ontstaat. Nou, dat spoor, dat ziet er zo uit. En bijzonder genoeg is dit spoor dus de hele buitenzijde van een oloïde. Het is ook de bouwplaat van de oloïde.
Als je deze vorm nu als bouwplaat in elkaar zet, dan krijg je dus een holoïde. Als je die dan weer teruglegt op het spoor, kan je zien dat die exact dat spoor weer terugrolt. De bouwplaat kunt u downloaden van holoïde.nl, printen op ongeveer 200 gram papier en dan kunt u zelf een holoïde maken. Nadat ik mijn eerste holoïde gemaakt had van papier, ben ik verder gegaan met bijenkneedwas. Dit is heel fijn om de vorm verder te ontdekken. Daarna ben ik met hout wat nog in de schuur lag aan de gang gegaan om holoïdes te maken. Intuïtief voelde ik aan dat elke houtsoort een andere trilling heeft. Deze trilling wordt voelbaar door de holoïde vorm. De trilling van hout is vergelijkbaar met de energie die ook in stenen wordt gevoeld, waar de stenen natuurlijk uit het mineralenrijk komen en de houtsoorten uit het plantenrijk, hebben de houtsoorten wat subtielere trilling dan steen. Ik ben uiteindelijk holoïdes gaan maken in meer dan 100 verschillende houtsoorten. En ik wilde u een aantal hier laten zien. Eerst een kleine holoïde. Het blijkt namelijk dat mensen het prettig vinden om een holoïde bij zich te dragen naar hun werk of naar school. Deze is gemaakt van eikenhout, net als de grote holoïde. Eikenhout is heel aardend, zoals de eikenboom heel stevig in onze aarde staat. Als tweede een holoïde van essenhout. In de beschrijving van de planeetzegels verbindt Rudolf Steiner de houtsoorten aan de planeten. Zo heeft hij de S verbonden aan onze eigen zon. Hij noemt het essenhout gematerialiseerd licht. De essenholoïde heeft een verlichtende werking. Afsluitend een holoïde van olijfhout. Olijfhout is een hele warme houtsoort. Je kan de kracht van de mediterrane zon erin voelen. Het opent en verwarmt je hart. In de webshop kunt u heel veel verschillende houtsoorten vinden. Ik heb er nog veel meer, dus mocht uw keuze er niet bij staan, dan laat het mij weten. Vertrouw vooral bij de keuze op uw intuïtie. De meest gestelde vraag aan mij is, wat moet ik nu eigenlijk met die holoïde doen? Ook voor mij is dat een moeilijke vraag, want er is immers geen gebruiksaanwijzing. Velen vinden de holoïde een intrigerende vorm. Door de holoïde voelen mensen, soms al via hun ogen, maar vaak via hun hand, de verbinding met de vorm, het hout en hierdoor met zichzelf, hun lichaam en daardoor, soms pas later, weer met de wereld om zich heen. Wanneer je goed kijkt naar de holoïde, dan zie je een lemniscaat. Ervaringsdeskundigen en therapeuten melden dat de beweging in de vorm zijn werking heeft op de lemniscaten in het energetisch lichaam. De holoïde lijkt de balans hierin te herstellen. Daarnaast gebruiken veel mensen de holoïde als meditatieobject of leggen hem op hun nachtkastje als ze gaan slapen en houden hem vast wanneer ze niet inslapen. Dit omdat de holoïde de zielenreis die we tijdens de nacht maken begeleidt. Terugkijkend op de vraag van Rudolf Steiner om de relatie te doorgronden tussen de platonische vormen en het universum, is natuurlijk de vraag of de holoïde daar een antwoord op is. Toen Paul Schatz in 1930 de holoïde voor het eerst beschreef, was Rudolf Steiner helaas al overleden. We zullen het dus nooit weten. Maar het lijkt een antwoord te zijn op deze intrigerende vraag. Dit was een inleiding tot de holoïde. Uitgelegd vanuit kennis, ervaring, beleving en een stukje speculatie. Ik hoop met dit filmpje een stukje van de holoïde sluier te hebben opgelicht. Mocht u meer willen weten over de holoïde, dan verwijs ik u naar mijn website www.holoïde.nl.
Onze folder is daar te lezen in 4 talen. In de agenda kunt u zien waar ik lezingen geef en op welke markten wij staan. In de webshop kunt u een oloïde kopen of de bouwplaat van de inverteerbare kubus. De bouwplaat van de oloïde is te downloaden en het recept om een oloïde van hout te maken is ook te downloaden. Bedankt voor uw aandacht. Ik wens u balans in uw leven.